Wij zijn Tom en... Moet jij mijn naam zeggen? Ik weet het niet. Weet je niet hoe ik heet? Brenda, toch? Ja. Ja, en Tom die is vandaag mijn personal assistant. En weet je waarom we dat doen? Om geld in te zamelen. Ja, wij gaan geld inzamelen voor Noah. Want als jij dat ook wil, dus je mag mij de hele dag... Want Tom die helpt mij met... Hou maar eens even omhoog, laat me zien wat je gedaan hebt. Schabloontjes en die gaan in een... Zakje. In een zakje. Laat de zakjes maar even zien, want dan kunnen ze niet zien, hè. Dat ligt op tafel. Tom heeft een heleboel zakjes gemaakt met kaartjes erin. Dus dan mag je mij helpen met kleine klusjes. Dan krijg je zo'n heel mooi t-shirt. En dan mag je wel even gaan staan, Tom. Kijk, dan mag je even omdraaien. Ja, dan komt je naam erop. En het staat nou een spiegelbeeld natuurlijk, maar dat geeft niet. En daaronder staat beleef en... Ja, want dan mag je bij mij... Dat komt nog op de website van wat we dan gaan vragen. Dat is een klein bedrag wat je dan kan betalen. En dan mag één keer in de maand mag een kindje mij een middag helpen. En dan gaat de kosten van het t-shirt gaan er even af. En de rest van het geld gaat naar? Naar Noah. Naar Noah. Voor de bus van Noah, hè? Dat hadden we bedacht. En Tom gaat straks nog even een verhaaltje schrijven hierover. En dat verhaaltje, dat sturen we dan naar Barbara. Dus dan maken we aan alle kanten reclame voor de bus van Noah, want die mag nog wel een keertje komen. Ja. Dat het ietsjes harder gaat. Dus wil jij ook mijn assistent zijn? En is het leuk om mijn assistent te zijn? Ja. Ja, Tom vindt het leuk. Op een woensdagmiddag, één keer in de maand, dan kun je je inschrijven. Kun je een mailtje sturen naar info at... Creos.nl. Nog een keer, info at... Creos.nl. Nou, hartstikke goed. Wij vinden het leuk, hè? Doei!